mist gekomen, anderen hebben de hele weg zonneschijn gehad voor een evenement dat ook ja, met zonneschijn overspoeld moet zijn. De jaarlijkse kampioenshuldiging, het kampioensgala mogen we dat tegenwoordig noemen en met recht, want ja, we zien allemaal van die pakjes, wit en vlinderdasjes. Het is ook een gala en ja, de dames zien er ook over het algemeen iets anders uit dan dat ze naar een... Naar de winkel gaan de boodschappen te doen. Dus ik moet zeggen, wat dat betreft, we hebben een echt gala gecreëerd in de loop van enkele jaren. Een gigantische opwaardering van het evenement, waar diverse andere sportbonden, weet ik uit eigen ervaring ondertussen, wel een puntje aan mogen zuigen. Dit theater, Amphion Schouwburg in Doetinchem, zijn we vorig jaar voor het eerst geweest. Beviel ons zo goed. We gezegd hebben, we komen hier in ieder geval dit jaar terug. En we gaan een hele mooie reprise van maken. Maar de KNV zou de KNV niet zijn als we niet net even wat anders zouden doen. U ziet een totaal ander toneel dan vorig jaar. Om te beginnen het schitterende orkest van Stefan Geuzenbroek. Graag een applausje alvast. Ik ben even vanochtend bij de repetitie geweest en het zwingt als een tierenlier. Echt fantastisch. Ook heel afwisselende muziek zult u vanmiddag allemaal horen. Zij zullen met zachte hand, en wie niet wil luisteren met harde hand, Jeugd 125 cc, Freek van der Vlist. En dan komen we aan KMK Motocross MX1, Evgeny Bobrichev uit Rusland. Ik heb hem niet blij staan hier. Hij is wel kampioen geworden, dus ik roep hem netjes op. Dan hebben we MX2, Jeffrey Harris. Is Michael Zwanenberg, de zijspanning Marcel Volman, die was als je in Rusland gehaald. Van 3 wielen gaan we naar 4, gaan we naar de quads, naar Mike van Grinsven. En dat zijn de mannen. Ik noem ook nog even Marcel van Drunen, hij is er niet, heeft zich verontschuldigd. Marcel die zit voor zaken in het buitenland. Hij is kampioen geworden bij de Supermoto. Niet aanwezig ook Jeffrey Harris, onze wereldkampioen MX2, ook Nederlands kampioen. Hij is er niet. Ik vind dat jammer. Ik betreur dat als eerste, ik kan daar een heleboel over zeggen. Maar laten we onze aandacht richten op mensen die er wel zijn. En die zitten hier keurig op dat podium, op die geïmproviseerde tribune. Dan is nu de tijd aangebroken om de eerste held, om die naar voren te halen. We gaan even kijken naar een filmpje om te zien wie dat is. C-klasse was toen de allerbelangrijkste. 5 keer de Grand Prix van Amerika gewonnen, de King of Carlsbad. Ja, jij had al een Engelse bijnaam toen een heleboel hier nog in de lijn slagen. Ik heb trouwens nog een prijs ook voordat we daar verder over. De Grand Prix winnen en ik ben natuurlijk 2x2 geworden en 2x3 in het wereldkampioenschap. En een ander hoogtepunt was natuurlijk de trofee te winnen in de Enduro in Assen, de Zesdaagse. Ik ben wereldkampioen geworden. Maar er zijn natuurlijk zoveel evenementen. Ik heb natuurlijk 15 jaar aan de top gestaan. En als fabrieksrijder natuurlijk fantastisch.
Ja, en tussendoor ook nog even, afgestudeerd tandarts, daarna een eigen praktijk. Nou, kom maar, kom hier maar staan, keurig op een rijtje, allemaal. Karel Zutphen, Kai Karstenmaris, Rijvo Dankers, Björn Scholderink, Jacob Geerts, Ruben Ellens en Dani de Vries, die we graag hier hebben. Die anderen mogen nog even blijven zitten. Ja, zijn er een heleboel. Karel Zutphen, 50cc automaten. Ja, goed zo. Appreciëer je maar voor de... Ja, dat is toch een mooi gezicht voor zo'n oude kampioen als Gerrit Wolzink. We zagen hem net even in actie. Dat was volgens mij een stukje lichter voor hem. Gewonnen in de actie. En dat is iets wat deze mannen natuurlijk ook willen. Dat is de ambitie. En met zo'n kampioenshuldiging zie je ook ieder jaar dat sommige jongetjes worden de kerels en komen terug en schuiven steeds meer door naar huis. Dus bedankt deze keer. Fijn dat jullie hier gekomen zijn.